Leuk dat je kijkt naar Met een Zachte G. Deze week is JD in de Beekse Bergen. Stellen we de vraag van de week aan de Tilburger en praten we over This is Our House, het partyplatform van het Zuiden. En ook ging ik deze week de strijd aan met Isjan in een nieuwe Gelukt. Nou, we zijn aangekomen bij de locatie, Bank 15. Hartstikke mooie locatie voor onze muziekquiz. Zeker. Want daar draait het gevecht vandaag om, muziek. Yep, dit gaat lukken toch? Ik hoop het. Ik heb in ieder geval wel heel veel zin in. Ik ook. Nou, muziekkennis heb ik niet echt, maar karaoke vind ik geweldig. Dus laten we hopen dat dat vandaag een beetje van pas komt. Nou ja, muziekquiz, muziek ligt mij wel. Dus je zou zeggen dat dit toch wel moet gaan lukken. Nou... Daar zitten we dan, helemaal klaar voor de muziekquiz. Ik ben erg benieuwd wat voor vragen het zijn. Yep. En laten we maar gelijk beginnen met de eerste categorie. Dat is namelijk theoretische vragen, kunnen we het wel noemen. En daarbij mogen wij het antwoord op het bordje schrijven. En degene die het goed heeft, krijgt natuurlijk een punt. Dus laten we beginnen. Yes. Wel even het grote schrijven. Ik pak hem zo. Niet? Hè? Welke ben je dan? Zweden. Ja, ik ook. Wat? Ierland. Ierland? Hè? Hoe dan? Goed. Ja. Ja. Flauw idee. Nou, op de reling van de cruiseschip. Ik heb echt geen idee. Oh. Ik heb een van de diamanten triangel. Ik heb ook een triangel! Echt? Is het? Wat is het? Laat het een triangel zijn. Als het een triangel is. Een McDonald's viool, maar een viool zelf als ook. Ik wil eerst viool, maar ik denk, nee. Laten we gewoon een triangel doen. Wat is een voordeel? Dat is. Ik heb. Een nummer dat blijft hangen. Niet meer uit je hoofd gaat. Jij kan echt nog inderdaad wel nadenken. Ja! Gaan we meer naar de praktijk af. Ga namelijk nummers luisteren en die hebben te maken met een serie of iets dergelijks wat op tv geweest is. TV-series. Ja, en degene die het weet, die we, wat noemen we, slaan of hand in de lucht? Doe maar hand in de lucht. Hand in de lucht is duidelijkst. Kut! Bram was eerder, hè? Ja. En ja, dit wordt echt heel slecht. Ik weet het niet meer. Pink Panther. Ja! Niet? Oh, dan mag ik ook nog. Als je het wel weet, dan heb je een punt, anders niet. Scooby-Doo? Ja. Ja. Dit is James Bond, toch? Nee. Oh! Night Rider! Oh, nee! Waarom? Liedjes afzingen. Weet je liedje verder te zingen, krijg je 2 punten. Zo niet, dan krijg je geen 2 punten. En dan, ja, dat. Top. Marco is mijn main man, hè? Ofwel. Ja, ik zit ook even te denken, hoor. Ik leef niet meer voor jou. Voor buiten alle nachten. Dat ik heel alleen. Op jou het liggen wachten. Boom! Binnen! Alsjeblieft. Marco, jongen. Als je kijkt, shout-out. De oceaan om in te vluchten. Nooit jaloers te hoeven zijn. Liefde om je hart te luchten. Een oceaan, hoe lekker zou het zijn. Ja, ik kan weinig tegenbrengen. Ja. Wie heeft er gewonnen? Jij. Het is me toch eindelijk gelukt. Yes! Oké. Okay. Wederom is het me gelukt. Dat maakt de stand 2-2. Een mooie eindstand om de strijdbel te begraven. Woon je in het zuiden van het land en hou je van elektronische muziek, dan ben je bij This Is Our House aan het goede adres. Mark, hoofdredacteur van het partyplatform, is hier in de studio. Welkom.
Leg even uit, wat is This Is Our House? Een kanaal, een platform over de rijke zuidelijke party scene. Dus alles met betrekking tot elektronische dansmuziek en de cultuur daaromheen. DJ's, muziek, evenementen. En wat wordt daar precies onder verstaan, onder elektronische muziek? Elektronische dansmuziek. Dus ja? van dancemuziek in de volksmond. House, techno, hardstyle, hardcore. Alle elektronische dansmuziekstijlen. Echt heel breed dus. Ja. En hoe is dat idee ontstaan voor het platform? Ja, ik schrijf al zo'n 15 jaar over deze wereld en deed dat vooral al bij de krant. Mm-hmm. En dat deed ik met heel veel liefde, maar ik merkte gewoon dat er veel meer liefhebberij was. En een bepaalde doelgroep die ik niet kon bereiken. Heel veel activiteit hier in het zuiden, er zijn heel veel succesvolle DJ's. Niet alleen de EDM-DJ's, maar ook gewoon ondergrondse namen. Heel veel evenementen, heel veel muziekproductie. Ja. Maar weinig aandacht daarvoor in de media. En vooral de nieuwe media. Dus ik ben naar dat gat gesprongen en een kanaaltje begonnen. Tof. En wat maakt het jullie kanaal zo anders dan anders? Nou, ik denk dat we dus echt dedicated op het zuiden zijn gericht. Dat is sowieso wel een onderscheid. Dus inderdaad, de zachte G vooralsnog. Ja. En een stukje kwaliteitsjournalistiek. Ik denk dat misschien wat hoogdravend overkomt als ik dat zeg. Verwacht geen NRC Handelsblad-achtige approach. Nee. Maar wel wat meer dan zeg maar de reguliere standaard dance media doen. We proberen het wel zeg maar wat meer kwaliteit te geven. Oké, maar willen jullie daar wel heen naar het NRC Handelsblad niveau? Nee, absoluut niet. Nee, we willen juist een hele brede doelgroep aanspreken, maar het moet wel wat verder gaan dan het reguliere Q&A'tje op de bekende dance websites. Ja, en wil je echt focussen op het zuiden? Wat maakt het zuiden zo speciaal dan? Nou ja, wat ik net zeg, er is heel veel activiteit hier in deze scene. En kijk, Amsterdam is en blijft de dancehoofdstad van Nederland. En daar zullen we ook nooit gaan inhalen. Maar de focus in de hele beeldvorming en de dance media die er al waren, die focussen toch altijd weer op de Randstad, Amsterdam. En wat hier gebeurde, dat bleef een beetje buiten beschouwing. Ja. Dus daar zijn we ingesprongen. Okay. En dat gaat heel goed. Nou, laten we er zo eventjes verder over praten. We gaan eerst kijken naar een nieuwe gast erop. Ik ga vandaag op avontuur in Safaripark de Beekse Bergen. En ik denk dat het berengezellig gaat worden, want er is namelijk iets heel bijzonders aan de hand. En ik ga even op zoek naar Marco, want die gaat mij er meer over vertellen. Ik sta hier met Marco, een medewerker van Safaripark. Marco, hoe is de Beekse Bergen eigenlijk ontstaan? Dat is nog niet zo heel lang geleden. 1968 zijn we begonnen. Het begon allemaal met een grote recreatieplas. Die ligt in het vakantiepark hiernaast. En hier is op een gegeven moment gestart met een leeuwenpark. Dat is het begin geweest. Oké, en hoeveel dieren zijn hier eigenlijk? Hoeveel soorten? We hebben nu zo'n 150 verschillende soorten dieren. Oh, dat is heel veel. Dat is best wel veel inderdaad. Ja. Hoe komt een dier hier eigenlijk terecht? Nou, vroeger was het zo dat dierentuinen mochten alles uit het wild halen wat ze maar wilden. Nou, op een gegeven moment kwam wel het besef van het gaat helemaal niet goed in het wild. En dan gaan we ook nog eens dieren eruit halen. Dus in principe over de hele wereld is wel het besef doorgedrongen dat je in principe niks meer uit het wild haalt. Ja. Dus alles wat je tegenwoordig in dierentuinen ziet is in gevangenschap geboren. Okay. En het is gewoon een kwestie van ruilen en fokken. Nou, we leven natuurlijk in Nederland en daar kan nog wel heel koud zijn. En ik denk dat de meeste dieren wel uit een warm klimaat komen. Dus hebben ze het niet een beetje koud nu? Ja, veel dieren staan zo in de winter wel wat meer binnen. En wat meer stro, dat doet wel wonderen. Nu is het tijd voor een safariëtje met de auto door het park. Welkom bij de grote JD Weetjes Show! Weetje 1. Wist jij dat een zebra maar liefst 30 jaar kan worden? Weetje 2. Wist je dat een struisvogel dodelijk kan uithalen met zijn poten? Weetje 3.
Wist jij dat een olifantvrouwtje haar eerste jong krijgt als zij nog maar 13 jaar is en dit jong ongeveer 100 kilo weegt? We gaan nu even een kijkje nemen bij de pasgeboren veulens. Marco, wanneer zijn de veulens eigenlijk geboren? Ja, we hebben hier drie veulens in de groep staan. De eerste van begin januari. En de twee jongste die erbij lopen, twee dames, zijn van de laatste week januari, 24 en 26. Oh, ze zijn nog echt super jong. Super jong, twee weekjes. Ja. En hebben ze ook al een naam? Ja, ze hebben een naam gekregen. In principe laten we verzorgers altijd de naam voor de dieren kiezen. Maar deze vonden we zo speciaal dat we een wedstrijd hebben uitgezet. Dus ze hebben alle twee een leuke naam gekregen. Eentje heet Jamelia en de andere heet Amina. Oké, leuk. En worden er nou vaak jonkies in het park geboren? Ja, we hebben best veel geboortes in het park. Daar zijn we ook blij mee, want dat is gewoon, het is nodig. Want met heel veel dieren hebben we managementprogramma's, omdat het bedreigde soorten zijn. Ja. Dus en ook bij de giraffen zijn we daar heel blij mee. Worden de zwangerschappen gepland of gaat dat echt natuurlijk? In principe gaat alles hier natuurlijk. Maar wij moeten rekening houden met de Afrikaanse soorten. Die gaan, 's winters moeten ze veel binnen staan. En dan is de ruimte wat beperkter. Dus bij een aantal soorten plannen we zeker de periode van dracht en vooral het bevallen natuurlijk. Ja. Bij de soorten waar we best wel veel dieren hebben, proberen we ervoor te zorgen dat de bevalling in het voorjaar is. Als de dieren buiten op de savannes lopen, dan hebben ze de ruimte. Wat een avontuur heb ik hier weer beleefd vandaag. En nu ga ik er als een haas vandoor. Nou, zo te zien heeft ze de dag van haar leven gehad. Mark, jij bent hoofdredacteur bij This Is Our House. Maar wie zit er nog meer achter This Is Our House? Ja, ik ben hoofdredacteur mede-eigenaar en ik heb nog een mede-eigenaar, dat is Bart. Ja. Achter ons zie je het team trouwens, het balkon van Bank 15, dat is ons kantoortje tegenwoordig. Ja, we hebben iemand op marketing, iemand op sales, een stagiair en een heel team van schrijvers en supporters inmiddels verzameld. Dus, ja. Tof. Wat organiseren jullie zelf ook evenementen trouwens bij jullie? Ja, daar zijn we sinds kort mee begonnen. Door de weeks doen we een soort boiler room-achtig concept. Dat is een heel bekend merk dat DJ-sets livestreamt en registreert op video. Dat hebben we op zijn Brabants gekopieerd en daar reizen we mee rond door het zuiden. Elke maand een andere editie en dan zetten we een talentvolle DJ uit het zuiden. Die zetten we centraal en dat livestreamen we en dat komt in een mooie edit op YouTube met een interview erbij. En het is leuk om zelf ook zo een beetje feestjes te bouwen. Ja, want jullie livestreamen ook alles, toch? Ja. Hoe is dat idee ontstaan? Waarom? Nou ja, goed. Je bent allemaal druk, dus niet iedereen kan erbij zijn. Dan kun je toch thuis lekker intunen en het blijft nog even op Facebook staan. Dus je kunt het herbeluisteren, herbekijken. En anders is het gewoon straks nog een hele mooie edit op YouTube. Dus voor de DJ's ook een hele mooie exposure. En daar zijn we voor, om al de talent ook een beetje te laten zien. Ja, dus naast die livestreams, wat is nou precies allemaal online te vinden bij jullie? Nou ja, het kloppend hart van ons platform is de website, thisisourhouse.nl uiteraard. Alle socials daaromheen, Instagram, Facebook, dagelijkse content, echt dagelijks. Dat kan zijn nieuws, line-up releases of de komst van nieuwe evenementen, grote projecten van artiesten, maar heel veel achtergrondverhalen ook. Dus diepte-interviews met evenementorganisatoren, met DJ's, maar ook trends en ontwikkelingen in de scene. Ik heb bijvoorbeeld nu net een verhaal geschreven over EHBO'ers en hoe ze tegen partydrugs aankijken. Dat is natuurlijk ook een hot issue in het wereldje. Zo proberen we eigenlijk de hele scene te belichten. Ja. Tot slot, wat zijn jullie verdere toekomstplannen, ambities? Nou ja, goed, we doen wat we leuk vinden en dat gaat heel erg goed. We bouwen het rustig uit. We gaan langzaamaan de focus een beetje verleggen naar omliggende provincies en regio's. En dan zien we wel wat schip strandt. Misschien straks ook nog Amsterdam en België en
We gaan wel kijken. Nou, wie weet. Klinkt in ieder geval super tof. Bedankt voor je tijd. Leuk dat je er was. Graag gedaan. Dan zit het er voor deze week helaas alweer op. Wel hebben we nog een nieuwe gebabbel voor je. Dit keer de vraag: met wie wil jij een beschuitje eten? Volgende week zijn we er weer. Houdoe! Met wie zou ik een beschuitje willen eten? Godsamme. Met wie niet, als het maar een lekkere vent is. Ik zou graag met Chantal Jans een beschuitje willen eten. Omdat het gewoon een leuke vrouw is om te zien. En ze humor heeft. Iemand specifiek? Ik zou met een dakloze in de stad wel een beschuitje willen eten. Ik vind eigenlijk Valentijn een beetje een rare aanleiding dan. Maar ik ben gewoon benieuwd. Wat beweegt je en hoe bevalt het en hoe gaat je leven? En daarom zou ik dat wel met een dakloze uit de stad willen doen. Met Channing Tatum. Nou, ik zou eigenlijk deze ochtend een beschuitje willen eten met Gabi, mijn vriendin. Maar helaas, die is werken. Met iemand die net een baby gekregen heeft, want ik ben dol op buisjes en ik wil die traditie zo graag erin houden. Ik krijg allemaal wel namen in mijn hoofd, maar dat ga ik niet voor de camera zeggen. Je weet wie je bent. Ja, dus daar hou ik het allemaal bij.